is nog echt een hele oude BMW. Een lekker patatje. Rodi heeft een kroketje. En ik heb een kipkorrentje. Waar is wat? Ergens is iemand verstopt. Ik weet niet waar. Dat is dicht. Dat zal wel dicht zijn. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 6 december 2023. En dat betekent dat, Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 6 december 2023. En het is nu 9:10 in de ochtend. Ja, ik ben er vroeg uit, ik weet het. Maar het is een dag om iemand te herdenken. Dat is Wouter. Ja. Wouter is alweer helaas alweer een jaar niet meer bij ons, onder ons. Maar vergeten doen we je niet. Dus nee, Wouter vergeten we niet. Nee, Wouter vergeten we niet. Kom eens hier, kijk op. Hi. Wouter vergeten we niet. Nee. Hè. Dus nee, maar Wouter die was ook altijd heel erg helemaal happy met... En met de hondjes, dus hè? Net zoals Jenny, die was ook altijd happy met en met de hondjes, echt wel. Echt wel, kom eens hier, kom. Dus wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloedje nieuwe vlog. Jullie zien dit? Ja, dat klopt. Nou, hier ga ik even verandering in brengen. Dus ja, dat zeg ik. Dit wordt zometeen heel anders. Zometeen staat dat dus hier. Dus bij deze in 3, 2... Ja, het is helemaal schoon. Kijk, daar zat helemaal niks meer. Yay! Waar ben ik ook weer goed bezig, hè? Heerlijk! Lekker goed bezig. Daar zit ik weer in de auto. Hé, jongens, het is koud. Had ik dat al verteld dat het koud is? Nee? Nou, bij deze, het is koud. Ja, dat vind ik wel. Ik vind gewoon dat het koud is vandaag buiten. Brrr. Ik ga gewoon even dat ding even omhoog knallen. Jezus. En ik hoef niet zo heel ver. En naar het ziekenhuis. Dus dat scheelt weer. Dus ik ga gewoon even nu naar het ziekenhuis. En wat op. En jullie horen dat zometeen. Onze enige echte Roderick. Oh, help. Yeah. Ja, en door. Kom. Tempo. Kom, tempo. Lopen. Tol, kom. Ro. Nou, het is weer zover. Ro is weer lekker eigenwijs. Ja, die is heel eigenwijs. Die wil niet luisteren. Die meneer heeft een piep in zijn oren. En alles wat ik zeg, iedere keer van, wat zeg je? Wat zeg je? Wat zeg je? Wat zeg je? En daar word ik een beetje moe van. Dus ik zeg ze, nou, we gaan even naar de gehoorspecialist. Ja, maar dat zit niet in mijn schema. Jongen, alsjeblieft. Wijk eens een keer af van je schema. Nou, we gaan eens even kijken. Wat erin zit, nou helemaal niks. Nou, ik mag niet klaar hebben. Even kijken. Is het gaan halen? Ja. 11, 12. Dat klopt wel niet meer. Nee, dit is eens even kijken. 50 cent. Straks vertellen. 50 cent. Moet ik het wel van bakken? Zal ik die gewoon meenemen? 50 cent. Klein bakkie. Waarom niet, joh? Ja, wel, ja, je hebt ook wat lekkers. Dit is ook een beetje wat is op de vijf. Ja, ja. Waarom doe je al een witse? Weet je, neem ik eens een blik mee. Ha, 3 euro ben ik kwijt. Ja! Dus even kijken waar mijn punt is. Hey. Daar staat geen prijs op. Nee, want die is voor van even de 11e. Haha. Yeah. Ik heb weer geluk. Hey. Even kijken of Ro geluk heeft.
Nee, maar dat zeg ik dan en dan zeg ik wat. Nee, maar ik hoor je niet. Wat zeg je? Wat zeg je? Wat zeg je? En dan zegt hij, ja, maar je praat te hard. Nee, ik praat niet te hard. Voor zijn doen. Voor zijn gevoel. Ja. Maar ja, ik zorg wel in dat hij naar een gehoorspecialist gaat. Ik zorg daar wel weer voor. Maar dat weet hij wel niet. Zo. Hey, schat. Hey, schat. Hoi. En, hoeveel? Hoeveel? 5,50 al. 2,50. Hey! Jou? 15 cent. Jee. Nou, alsjeblieft. Mag. Ja. Nee, daarom zeg ik al, die mag jij hebben. Ja. Nou, doe eens lief. Hoi. Hey. Dat ik bolletje van je jatten dan. Hè? Dat bolletje van je jatten is dan. Ik zei al in de auto, mag jij een lever, alsjeblieft? Ik heb er ingeleverd. Oh nee, ik bedoelde het voor jou alsjeblieft. Je moet luisteren. Je moet luisteren. Dank je. Nee, je moet luisteren. Dat doe je niet, dankjewel. Dit is nog echt een hele oude BMW. Een BMW 520. Wauw. Gaaf hoor. En ik heb een voorrecht om daarnaast te mogen staan. Ja. Nou, is toch mooi zo? Toch wel. Zo. Een lekker patatje. En Rodi heeft een kroketje. En ik heb een kipkorrentje. Hé, schat. En dan hoop ik dat het smaakt. Hoop het wel. Een kroket, hoop ik nou, ga eten dan. Ga eten. Hop hop, gas erop, kom. Eten, kom, hop hop. Ja, is heet, ja. Dat is heet. Wel lekker? Ja? Dat is mooi. Dat is fijn. We gaan het trappenhuis maar in, want de lift op dit wel heel lang. Alleen het is hier een beetje koud. Dus. En dan moeten we hier weer in. Ja, om het even allemaal lekker gemakkelijk te maken. Ja. Het is hier koud. Dit is één. Hoeveel trappen moeten we ook weer op? Ik weet het niet eens. Het is echt, dat is één. Is twee. En hoeveel treden zijn dit? 1, 2, 3. Het is 3. Dus dat is 6. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan weer 8 eigenlijk. En dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan zijn we er. Nee, hier. Ik dacht dat. Zo. Ja. Daar zie je het. Ga je gang. Nou ja, joh. Iedereen heeft haast hier. Blijkbaar. Helemaal goed. Ja, en daar sta ik weer. Jee. Ik zit hier dus nu verstopt vooral. Ja, dat is leuk. Even kijken of ze nog wel mij kan vinden. Het is nu 5:50 op dit moment. Thank you.
niks. Als je maar weet hoe het wel is. We gaan het zien. Ergens is iemand verstopt. Ik weet niet waar. Dat is dicht. Dat zou ook wel dicht zijn. Dat is dicht. Die is dicht. Is het open? Die is open. Daar is het dus al om. Nou. Daar is het dus ook wel. Deze open. Duisternis. De wc's. Wat een zootje. Ah. Dicht. Is het voor je? Geen doorgang. Jammer. Gaat meemaken. Alweer terug. Maar wel weer eruit kan natuurlijk. Boom. Ja, dat hebben we open. Ja, helemaal goed. En dan gaan we naar boven. De nul. Het is ook min 1. Nou, ja. Kleine aanloop. Verdieping 0. Jo, je weet het. Helemaal goed. Dankjewel. Duisternis, hallo. Een artelier. Ook niks.
achter de deur. Ja, Doolhof. Doolhof. Ja, is dit nou raar? Ik weet niet meer waar ik ben. Hallo? Vandaan volgens mij. Hier is ook niks. Oh, ik kom er wel weer uit. Stiekem dicht hoor. Hier zit dicht. Ja, dat kan ik nog niet. Nee, ook niks. Is dat klaar gehad? Is dat dicht? Doe maar zo. Go is zeker al aan het zoeken. Dit is alleen maar leuk. Want ik hoor beneden alleen mijn deur dicht. En ik belde hem dus al net, maar hij neemt niet op. En dan moet ik hem dus straks gaan zoeken.
Dus je vond het alleen maar leuk. En ik hoor dan tot beneden ook niks meer qua deuren. Zijn mijn moeder is altijd boven. En hier is het echt donker. Tja. Naar boven. Ja, naar boven, ja. Nee, ik kan naar boven, hè. En uno. Duisternis. Duisternis alom. Waarom? Er zit weer geen lampje bij. Ja, dat was net. Zit allemaal hier. Grote lege ruimtes. Zeg maar eens, maar dat is niet. Ja.
Doe moe. Wat is... Thuis is allemaal... Ja, dat weet ik. Oeh. Gaat hij? Gaat hij? Ik moet even omhoog zien te komen. Zo, nou zo. Ja. Zo, en nu gaan we Ro zoeken. Ja, het is mijn beurt. En ik ga eigenlijk boven u zoeken. Gewoon even lekker naar boven toe. Naar één hoog. Ja joh. Ga lekker naar boven. Één hoog. Jee. Ga maar lekker dicht. Naar de BG. Eén. Wat zeg ik nou? Dit is min één volgens mij. Dus ik moet BG hebben zeker. Zit naar de eerste, waar ik net ook was? Weet ik eigenlijk niet eens nu. Nee, ik moet eentje naar beneden volgens mij. Nou weet ik het zelf even niet meer. Ja, ik zit wel goed. Volgens mij. Ik weet het echt even niet meer, hè? Ja, ik zit wel goed. Ik zit er al goed. Koek, koek. Even kijken. Wat is lichter? Zo, het is wel hier heel donker, ja. Koek, koek. Koek, koek. Nee, hier niet. Denk ik ook niet daar. Ik kan hier heel weinig qua verlichting aan doen. Dat is het jammer. Kijk. Hallo. Nee, niet. Hartstikke idee. Hola, die. Die is dicht. Nope. Daar ook niet, daar niet. Ik zat dus net hier, zeg maar, onder. Ik denk niet dat Ro hier zit. Nee, hier zat ik dus net niet. Grappig. Dat roep hier ook niet. Nee, dan denk ik dat hij dus beneden zit. Wat ik dus al net al wel dacht, zeg maar. Ook niet. Jammer. Roderick, waar ben je dan? In deze mooie ziekenhuis. Joehoe, waar ben je dan? Jongen, where are you? Roderick zoeken in de Vlaat ziekenhuis. Ja. Ook niet. Hier ook niet. Hier ook niet. Yep, ook niet. Dan denk ik dus dat hij beneden is. Ik ben allemaal eens slim, hoor. Jee. Ik ben allemaal eens slim. Yuppie. Ja. Jep, hopperepop. Zo. Wat zeg ik? Waarom zit hij hier dus ook niet? Nope. Dan ga ik naar beneden. Ja. Dan ga ik dus naar beneden. Ja. Hij zit dus hier niet. Dat is één ding wat zeker is. Stel in orde. Goedemorgen.
Ja, dank u. Dan ga ik hier gewoon weer naar beneden. Via de trap, denk ik, of met de lift. Weet je, ik ga lekker met de lift. Ja, ja. Zo te zien. Ja, ja, joh. Zo. Ja, ja. En dan zijn we weer in de lift. Dit is slim. Slim, slim, slim. Dus. Ja, ja. Verdieping 0. Verdieping 0? Meer verlicht, zeg maar, dat is wel fijn. Iets meer verlichting is. Ook niet. Dit ook niet, ook niet. Ook niet. Ja, gewoon even alles zoeken, hè, vanzelf. Een uitslaapkamer, handig. Koekoek, hier ook niet? Nee, want daar was je net. Ja. Jammer, joh. Roderick, waar ben je dan? Wel heel, heel mooi, hè? Ja, het is hier heel mooi. Alleen ik moet uitkijken voor dat daar. Ik kan niet in de camera's lopen. Ja, dan loop ik hier ook al. Ja. Ja, dan kwam ik hier uit. Oké. Zo. Ook niet hier. Geen idee. Hij heeft zich waarschijnlijk beter verstopt als mij. Net was hier ook al. Nee, hier ook niet. Waar ben je dan? Maak eens geluidje. Dit is een draphuis, daar ga ik niet in. Echt niet. Even kijken, waarover ben je? Hier ook niet, nee. Of hij is inderdaad beneden. Zal ik eens even kijken of hij wat zegt. Je krijgt de groeten van wat? Van? Je krijgt de groeten uit Rotterdam. Ja, ja. Hoor je mij praten dan nu? Je krijgt de groeten uit Rotterdam. Ja, en ik sta hier lekker in een camerabeeld, lul. Ik krijg de groet uit Rotterdam. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon bellen. Hey. Yo, kom je halen? Hè? Kom je me halen? Want? Ik ben verstopt. Ja. Oh, mag ik zoeken? Ja. Ik was al inderdaad al onderweg, ja. Geen idee of ik al in de buurt ben. Want? Is dat zo? Want? Want? Ja. Wacht even, wat zei je nou? Zit de telefoon nog bij je? Ja. Oké, okay. Nou, die televisie nog aan te stellen, ja, dat je net uit de buurt bent. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ik weet niet waar jij bij nou bent, dus ja. Nee, ik ben hier. En de deur is dicht, dus ik kan er niet uit. Oh, jij zit op de wc. Ah, zit je op de wc? En welke verdieping dan? Geen verdieping. Geen verdieping? Oh. De eerste verdieping misschien wel. Huh? Heel erg creepy, jij.
net. Die deur is dichtgevallen. Hier zit geen handvat aan. Ja, nou, waar ben je dan? Bij de zuurstof. En bij de zuurstof, ja, maar waar is dat? Ja, wacht even. Ja, hier zeker. Zit je hier, of niet? Ja. Kom niet uit. Ja, maar waarom ga je dan ook hier zitten dan? Ja, ik kan er niet uit. Ik kan er niet uit. De deur valt achter me dicht. Dat is irritant. Waar zit jij? Zit je hier? Ja. Oh, lullo. Hoe krijgen we deze open dan? Nou, dan ga ik even kijken bij Sjoerd, ja? Hola. Hallo. Hoe gaat ie? Ja, gaat wel. Vertel. Het is weer een enerverende dag geweest. Oh, want? Hoezo? Het is nu 6 december? Ja. Nee. Want? Dus dat is precies een jaar geleden, zeg maar. Van? Van, hoe moet ik het zeggen? Nou, gewoon. Wouter. Ja. Ja, klopt. Toen we op 4 en 5 december nog aan de lijn had gehad, vorig jaar dan. Ja. Om het spreken af. Mm-hmm. Dit jaar, maar ja. Dat komt er dan niet van, zeg maar. Nee, klopt. Klopt als een bus. Maar wat heb je nou op je bord? Want ik heb eventjes in de keuken staan bakken. Ik heb een vork en een mes. Ja. En een stukje kippie. Oeh. Ziet er goed uit. Nou, ik zou zeggen, tas toe. Proef het. En waarschijnlijk is het heel vies, hè? Dat zal waarschijnlijk wel, ja. Het ziet er aangebrand uit. Ja. Het ruikt naar gymschoenen. Ja, vies, joh. Ja, vies, hè? Niet te vreten. Nee. Wil je even deze ook even openmaken voor mij? En dan ook even openmaken voor jou zometeen? Voor je eigen? Ja, echt, hè? Thank you. Cheers. Cheers, op Jenny en op Wouter. Appelscholen, lekker. Uh-huh. Ik vind hem ook nog wel lekker, ja. Heel nu raar. Wel, nu ja. Wel. Is niet, nu wel. Ja, gek hè? Zodat het koud is. Ja. Ja, aangebrand, maar misschien ja. Hij is niet... Maar probeer eens eventjes in die grote. Grote plak. Die valt wel mee, denk ik. Die is minder aangebrand. Ja, nee, joh. Dat is een klein rotstukje. Ja, dan, en die gaan altijd sneller. Mm-hmm. Ziet er goed uit. Ik wil net zeggen, lekker gaar, hè? En lekker mals, volgens mij ook. Zo te zien. Ja, en we proberen eens een grotere stuk te kanen. Ja, ik moet eerst even samplen. Oh. Dat goed gaar is. Oh. Die kan nog door het midden inderdaad. Kijk. Of ga je toch nog liever en naar de Mac. Ja, dat sowieso. Oké. Check, hartstikke fijn. En daar ben ik dan. Ja, en Rodi neemt even nou de camera even over. Hé, hey, hoe toevallig. Dat kan ik ook eventjes. Want ik heb hier ook namelijk lekker kippie. Ja, hoop ik dat het lekker is. Ik hoop het ook voor je. Ja, en anders dan leg ik mijn koppen maar bij Del. Hoe doe je dat? Ja, ja. Eens even kijken. Jenny en Jenny haar recept. Ik zei het al gisteren tegen Mireille dat we dit zouden vandaag zouden gaan eten. En, smaakt het? Is heet. Jo. Minder sambal bij doen. Ja. Wat gemast. Oké, ja. Zo. Kan er meer door? Jenny, en waar ben je? Wanneer ga jij dit maken? Nou niet. Nee. Ja, zelf moet ik tegenwoordig. Ja. Schande. Ja.
Maar gelukkig weet ik wel hoe ze het maar heeft gemaakt. Dus dit is precies haar en haar smaak. Ja. Ik heb het goed gedaan. Nee, maar top. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.